Ja, ik maak me serieus wel zorgen, ja. Met een beetje onderbuikgevoel ga je toch wel iedere dag naar je werk. Alles wat wij hier horen, ja, dan is het logisch dat je je zorgen maakt. Aangezien we hier met zoveel plezier iedere dag naartoe gaan. Ja, en we zijn natuurlijk een groot team, veel mensen. In totaal werken er 455 medewerkers bij de V&D's in Gelderland. Verspreid over 5 vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede en Nijmegen. En hier in Nijmegen wordt nog volop gewinkeld in het warenhuis. Inpakpapier en een verjaardagskaart. Gaat u daarmee de V&D redden, denkt u? Nee. Nee, ik zie het ook somber in. Al wat ik aan heb, komt van V&D. Tot de schoenen toe. En wat nou als hij straks dicht moet? Dan zoek ik hem wel op ergens anders. Of als hij helemaal weg is, dan weet ik het ook niet. Verlies voor Nijmegen, denk ik. En dat vinden de Nijmeegse ondernemers ook. Dat zou een enorme klap betekenen als V&D hier wegvalt. Sowieso voor het winkelend publiek. Sowieso voor het aanblik van de stad. Want dan komt er een enorm pand leeg. Toch doen ze iets niet helemaal goed. Ze doen inderdaad iets niet goed. Als u kijkt naar de namen die daar op de gevel staan, zijn dat merken die je voor een deel tegenkomt zelf met eigen winkels in de steden. En dan denk ik, waarom zou je dan voor dat product naar de V&D moeten gaan? Veel consumenten leveren vandaag hun cadeaukaart in, omdat ze bang zijn dat die straks niets meer waard is. Maar volgens de bedrijfsleider van deze V&D in Arnhem zal het niet zo ver komen. Nou, we blijven de goede moed inhouden en we blijven lachen met elkaar. En we hopen op een hele mooie en goede afloop. En dat V&D Arnhem over vele jaren hier nog steeds zal staan.